Zondagavond 18 november 2012 heeft de politie Friesland een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting en moord van de 16-jarige Marianne Vaatstra. Meer dan 13 jaar was de moord op Marianne Vaatstra een mysterie. Vanaf het begin is er gespeculeerd over de dader. De mensen dachten van de dader is een asielzoeker. En ik bedoel, dat zoemde natuurlijk al heel snel in het rond. Spanning rondom een asielzoekerscentrum leidde tot woede onder de plaatselijke bevolking en emotionele reacties in de media. Friesland heeft last, niet een heel klein beetje, maar die heeft last van die asielzoekers. Ik vind dat je de zaak Vaatstra heel goed kunt zeggen dat dat heeft blootgelegd hoe zwak de journalistiek af en toe is. Wat was de rol van de media bij het verdacht maken van asielzoekers? Medialogica. Een serie van Human VPRO over het verschil tussen beeld en werkelijkheid met nieuwe waarheden tot gevolg. In Zwaag-Westeinde in Noordoost-Friesland heerst grote verslagenheid over de gewelddadige dood van de 16-jarige Marianne Vaatstra in een weiland aan de Keningswei te Veenklooster. In de Friese Wouden, het gebied van de moord, reageren bewoners geschokt. Sommigen menen te weten waar de dader moet worden gezocht. Het gonst al snel van de geruchten. Doorgesneden keel, jong meisje, vlakbij een asielzoekerscentrum. Dan zal de dader daar wel vandaan komen. Dat er een asielzoeker was geweest die dit gebaar had gemaakt. Snel was er ook een gerucht dat er dus in de nacht van 30 april op 1 mei... dus een tweetal asielzoekers het kamp hadden verlaten. De combinatie van de plek waar het gebeurd was, een asielzoekerscentrum hemelsbreed een kilometer er vandaan, eerder bedreigingen aan het adres van Marianne en vriendinnen van haar. Alles bij elkaar maakt het natuurlijk wel logisch dat daar ook in die richting gekeken werd. Het interesseerde ons niet of die dader nu een asielzoeker was of niet een asielzoeker. We willen de dader hebben. Daar is het onderzoek op gericht. En niet op specifiek asielzoekers of buitenpostenaren of Zwaag-Westeindes of wat voor soort mensen dan ook. Om het 16-jarige meisje te herdenken wordt er een stille tocht georganiseerd. 15.000 mensen lopen mee. Er is veel aandacht van de pers. Deze stille tocht was een uitdrukkelijke wens van de vrienden van het vermoorde meisje. Witte ballonnen werden opgelaten. Wit, de kleur van de onschuld. Journalisten bezoeken het normaal zo rustige Zwaag-Westeinde, plek waar Marianne vandaan komt. Bij de lokale supermarkt of in het dorpscafé tekenen ze de sfeer op. Al snel wordt de wijze waarop de moord is gepleegd genoemd. De volgende dag citeert de Telegraaf een dorpsbewoner. De keel doorsnijden, dat is geen Nederlandse manier om met iemand af te rekenen. Ook in andere media keert deze opvatting terug. Zoals in een column van Pim Fortuyn, toen werkzaam voor Elsevier. Een keel doorsnijden, dat is iets wat een Fries niet doet. Ik heb die uitspraak ook in reconstructie voor Elsevier gebruikt. Toegeschreven aan mensen uit de omgeving. Kun je achteraf ook van zeggen, ja, was dat nou wel zo slim? Maar ik heb het wel gedaan. Wat wij ermee gedaan hebben, is gekeken van, klopt dat inderdaad? Hè? Van, ja, dat klopt niet. Ik heb in 1997 nog zelf een onderzoek gedraaid in Leeuwarden, waarbij de ene Fries de andere Fries bijna het hoofd van de romp afsneed met een mes. Dus dat, ja, dat is gebaseerd op gevoelens, maar niet gebaseerd op feiten. Soms heb ik het idee dat dus de mensen die dan op pad gaan om meningen te horen, wat selectief zijn in hun publiek. Als wij ons laten leiden door hetgeen wat er in de krant staat, dan, ja, dan zou er denk ik geen enkel onderzoek meer tot een goed einde worden gebracht. De geruchten veroorzaken spanningen bij de poort van het asielzoekerscentrum, zo herinnert de oud-directrice zich. Een auto heeft er voor de slagboom gestaan. Uit die auto kwamen mensen, kwamen verhaal halen. Van nou, hier zit de dader en wij willen dat ook. Wij gaan dat ook ervoor zorgen dat die dader bekend wordt. Dat was eigenlijk de intentie, zeg maar. En hun idee was, zoals ik het heb begrepen, dat ze allemaal in een, alle asielzoekers, alle mannen, ga ik vanuit, in een gebouw zouden moeten gaan zitten. En dat ze zo lang vast wilden houden totdat ze
zouden vertellen wie de moordenaar was. Uit angst voor wraakacties schroeft het asielzoekerscentrum de bewaking op. 2 weken na de moord wordt er tijdelijk een peloton ME'ers op het centrum geplaatst. In het grootste geheim. We hebben besloten, en dat is ook een beetje de strategie geweest van het centrum, om heel low profile te zijn. We hadden het idee dat alles wat we zouden zeggen, dat zeker door mensen die het idee hadden dat het een asielzoeker moest zijn, zo opgevat zou worden. Dus als een leugen of als iets anders. Maar in ieder geval dat we er alleen maar last van zouden hebben als we iets zouden zeggen. Ja, dan lijkt het alsof het een soort doofpot is. Hè? Van je mag alles zeggen, maar kom niet aan de asielzoekers. Om alle speculaties een halt toe te roepen, organiseren de officier van justitie en de burgemeesters van Kolmerland en Dantumadeel 12 dagen na de moord een persconferentie. Een persconferentie op het gemeentehuis in Kolm werd nou een oproep dien ernstig te blowen en op te houden met stemmingmakerij. De geruchten berusten niet op feiten. En ik doe een beroep op de bevolking een einde te maken aan geruchtvorming en stemmingmakerij. Hielp dat om de geruchten te stoppen? Nee. Waarom denkt u dat dat niet geholpen heeft? Dat is moeilijk in te schatten. Je kunt wel wat vermoeden. Maar er waren krachten, laat ik zo maar zeggen, die wisten het heel zeker dat het een asielzoekerscentrum moest zijn. Door de persconferentie worden weer volop over de moord en geruchten bericht. Dan lijkt de aandacht even af te nemen. Totdat de gemeenteraad van Kolmerland 2,5 maand na de moord een omstreden besluit neemt. Het tijdelijke asielzoekerscentrum wordt permanent en komt op een andere plek in Kolm. Het was niet een gelukkig moment, denk ik. Want daardoor werd de hectiek alleen maar groter. Achteraf gezien had je die discussie op dat moment nooit moeten voeren. Gezien de gevoeligheid van het delict dat er gepleegd was. En die gevoeligheid leidt tot een stroom van ingezonden brieven in de regionale kranten. Vooral in de Kolmer Courant loopt de discussie hoog op. Het was een soort doorgeefluik, maar dat heeft natuurlijk wel een bepaalde periode effect gehad op hoe de mensen daarover dachten. Wat voor effect? Nou, dat je dat soort bijna racistische brieven allemaal kon lezen in de Kolmer Courant. Je zou het bijna zo kunnen zien dat het een soort sport werd om toch maar vooral negatief een stuk in de kranten te schrijven. Ingezonde stukken. Ja. Je bent met een heel klein groepje mensen, 3, 4 man, ben je bezig kranten maken. En die moet helemaal worden gemaakt. Dus je krijgt al een aantal ingezonde brieven. En er is één van de 4 die lezen en dan komen ze bij mij op het bureau en dan praat je er heel even over van wat vinden we, kan dit, kan dat niet. Achteraf kun je er uren over praten, maar op het moment je bent bezig een krant te maken, dus dan is het doen we het of doen we het niet. Waar bestaat uw verantwoordelijkheid dan uit? Wanneer het ingezonde stukken zijn, en dat waren het eigenlijk allemaal, dan is dat, dan heb je wel een controlerende taak. En wanneer die opmerkingen te ver gaan, dan neem je contact op met de mensen. Dat kun je beter niet schrijven. Of dat wil ik niet in de krant hebben. Maar het is wel hun mening. Toen hebben we dus de redactie uitgenodigd. En we hebben gezegd, hoor eens, wij vinden dus dat jullie toch eerst wel eens, als jullie die stukken plaatsen en het gaat over het gemeentebestuur, wederhoor moeten plaatsen. Oh, dat kan best zo zijn, ja. Ja. Dat weet u niet meer? Nee, dat is niet echt blijven hangen, want ik laat me niet voorschrijven door een burgemeester. 4 maanden na de moord neemt het opsporingsonderzoek een nieuwe wending, met grote gevolgen. Vanmiddag maakte justitie in Leeuwarden bekend een nieuwe verdachte op het oog te hebben, met een tweede man die wordt gezocht als getuige. Over de identiteit van de mannen wil justitie niets kwijt. Alleen dat ze in het asielzoekerscentrum De Poelplaats in Kolm woonden en daar rond 1 mei zijn vertrokken. Dus toen zijn een heleboel mensen van, zie je wel, nu is hij plotseling verdachte nu hij 2 maanden weg is. En ze hem waarschijnlijk nooit terugvinden. Ja, dat was niet goed voor de dynamiek. Dan gaan mensen juist zoeken en worden ze versterkt in hun vermoedens. Van, ja,
Hier wordt een dader stiekem weggewerkt en we mogen er niks over zeggen. Om de asielzoekers te vinden, verspreidt justitie het signalement via dit interne CRI-bulletin. Als Peter R. de Vries het blad in handen krijgt, besluit hij de foto's van de gezochte asielzoekers te publiceren. Onlangs maakte justitie bekend dat men wel degelijk op zoek is naar twee asielzoekers die het centrum kort na de moord op Marianne hebben verlaten en sindsdien spoorloos zijn. Dit zijn de foto's van de twee mannen die inmiddels internationaal worden gezocht vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra. Toen kregen ze ook een gezicht. Aan de ene kant helpt dat soms om ze sneller op te sporen. Maar het was slecht omdat iedereen ervan uitging dat het een asielzoeker was. Tot het vrijgeven van deze foto's was er bijna een spookbeeld gecreëerd. En wat is angstiger, een spookbeeld of het concrete gezicht van twee mensen? Ik weet het niet. Ik weet dat ik dat heel shocking vond. En met name omdat ze overal hingen in de streek. Echt overal. En zelfs de auto van mijn partner op een gegeven moment met van die posters was beplakt. Achteraf kun je zeggen dat hij zat er helemaal naast. Maar we hebben met z'n allen in het begin naast gezeten. Dus het is geen verwijt. Je kunt bij terugkijken vaststellen dat ook Peter R. de Vries in het begin wel heel erg in een bepaalde richting zocht en dacht. En daar ook al in doorschoot. We hebben Peter R. de Vries zelf om een reactie gevraagd, maar hij wil niet aan dit programma meewerken. Hij werkt bij voorkeur alleen mee aan live-uitzendingen. Ook Bauke Vaatstra, die een actieve rol speelde bij de opsporing, laat ons weten na de veroordeling van Jasper S. het hoofdstuk te willen afsluiten. De oud-eindredacteur van de Vries wil wel terugblikken. Over de moord heeft hij in samenwerking met Vaatstra en de Vries een boek geschreven dat binnenkort uitkomt. Het is wel misdaadjournalistiek dat je op een gegeven moment een afweging maakt, dat je iets openbaar maakt. Deze keer waren het foto's, maar het is soms ook een getuige die niet in het dossier voorkomt. Of het is een technisch onderzoek wat een nieuw licht op een zaak werpt. Ook daar denk je goed over na. En in dit geval waren dat inderdaad, het was baanbrekend. En dat het omstreden was, dat was wel zo. En we hebben daar gewoon goed over nagedacht. We hadden natuurlijk beter na moeten denken of we de foto's van deze mensen wel zouden plaatsen binnen het CRI-bulletin. En achteraf gezien hadden we dat misschien beter niet kunnen doen. Kijk, al die informatie heeft er niet toe geleid dat ze sneller zijn opgespoord. Peter R. de Vries is in zijn uitzending kritisch over het rechercheonderzoek. Vooral omdat volgens velen de dader van deze moord gezocht moest worden in het naburige asielzoekerscentrum in Kollum. Een locatie waar de recherche met een grote boog omheen is gelopen in het begin van het onderzoek. Dat lag maatschappelijk gezien allemaal te gevoelig. U vindt dit een blunder van de recherche, dat men dat asielzoekerscentrum eigenlijk niet meteen heeft doorzocht? Ja, dat vind ik een blunder. Ze hadden het direct de eerste zaterdagmorgen onmiddellijk dicht moeten slaan. Ja, mensen zeggen van ja, we hebben dat asielzoekerscentrum links laten liggen. Nou, ik denk dat met name in het begin van het onderzoek de informatie alleen maar gericht was op asielzoekers. Ze hebben in het begin de indruk gewekt dat ze eromheen liepen. Maar ze liepen er helemaal niet om met een boog omheen. Dat deden ze helemaal niet. Dat is in de aanvangsfase en het even in een paar regels neerzetten van deze zaak. Het was een speciale uitzending. Ik bedoel, het was niet een avondvullend dossier. Maar met de kennis van nu kun je zeggen dat dat niet helemaal correct is. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook het publiceren van die foto's onjuist zou zijn. Als je terugkijkt, had er op een betere manier gecommuniceerd kunnen worden. En het is niet te zeggen dat je daarmee de kou uit de lucht haalde, hoor. Want dat weet ik niet. Maar je had dat in ieder geval wel beter moeten doen dan dat we dat tot nu toe dat we dat toen gedaan hebben. Het nieuwe asielzoekerscentrum komt er. Ondanks lokaal protest. Niet wijken voor sentimenten, zo is de gedachte. Op 7 oktober, een half jaar na de moord, wordt in deze sporthal een informatieavond voor de lokale bevolking georganiseerd. Voor de deur is een demonstratie. Die loopt volledig uit de hand. Ik weet heel goed hoe we daar liepen over het plein met een hele hoop demonstranten. En
vond het angstaanjagend. Ik vond het heel ongemakkelijk. Ja, en daar loop je dan maar met z'n tweeën. En je kan daar ook helemaal niets aan doen. Wij weten wat een AZC met zich meebrengt. Overlast, intimidatie, onverschilligheid, diefstal, verkrachting en moord. Toen werd mij eigenlijk duidelijk dat er een heleboel zaken door elkaar heen liepen. Dat er mensen waren die kwamen in verband met de moord op Marianne. Mensen die tegen de verhuizing van het AZC waren. Mensen die tegen vergroten van het AZC waren. Maar ook mensen die gewoon tegen asielzoekers waren. Ik geef, dames en heren, allereerst graag het woord aan de burgemeester. Meneer Visser, gaat uw gang. Het college is van oordeel dat er in deze gemeente plaats moet blijven voor asielzoekers. Ik had als eerste het woord mogen voeren. En daarna was de vertegenwoordiger van het COA aan het woord toen dus de mensen binnenkwamen. Op een gegeven moment ging een groep naar binnen. Nou, dat kon je aanzien komen dat dat mis zou lopen. Hè, dat waren dan de eiergooiers. Niet willen. Dat was heel snel, hè? Dat was pets. Als die pakken mij en zeiden van wegwezen, onder de tafel, dit komt niet goed. Daar zijn prachtige beelden van. Ik zat nog niet onder de tafel en dacht van ja, dit wordt spannend om daar weer onder vandaan te komen. Dat wordt een leuk plaatje. Nou, dat is ook zo geweest. Heeft u het probleem onderschat? Heeft u de columns onderschat? Drie dagen na het eiergooi-incident wordt in Turkije de verdachte asielzoeker Ali H. opgepakt. Een grote opluchting bij justitie dat ze de hoofdverdachte kon aanhouden. De arrestatie kon worden verricht mede door tips van andere asielzoekers. Maar het DNA van de asielzoeker komt niet overeen met het DNA-spoor gevonden op het lichaam van Marianne Vaatstra. Daarmee is de verdachtmaking richting asielzoekers afgewend. Voorlopig althans. 2 jaar later erkent officier van justitie ruiterlijk in een documentaire van Omroep Friesland dat de druk van de media en publieke opinie een rol speelde bij de aanhouding van Ali H. Voor ons was het een verdachte, maar door de media is deze man gebombardeerd als de hoofdverdachte. Dat woord heb ik nooit in de mond genomen. De hoofdverdachte. En de stap naar dader is dan ook heel klein. Dit was de dader. Wij hebben tijdens dit onderzoek ook gehoord dat hij tijdens de moord en de week voorafgaand aan de moord niet in Friesland was. Dus voor ons werd hij steeds minder interessant. Aan de ene kant heb je de verklaringen van mensen die zeggen van ja, hij is 's avonds weggegaan en de volgende dag is hij niet teruggekomen. Maar aan de andere kant kregen we door de tijd heen verklaringen van mensen die zeiden van nee, hij was bij ons in Haarlem. Hij was bekeurd onderweg met de trein voor het rijden zonder een kaartje. Daar had hij een bekeuring voor gekregen, had hij zich gelegitimeerd. Zoals gezegd, door de media was hij gebombardeerd als hoofdverdachte, als dader. En ik heb die druk zodanig aangevoeld dat ik het niet meer kon maken om te zeggen, om zelf te zeggen, hij is voor mij niet meer interessant en we laten hem lopen. Dus wij zijn stoere lidmaat op de publieke opinie met het onderwerp. Ja, ik ben nu heel eerlijk en ik zeg dat ook voor het eerst, maar dat is wat er gebeurd is. De openheid van de officier leidt tot krantenkoppen als publiek eist de hoofd Irakees en justitie arresteert asielzoeker onder publieke druk. De minister van Justitie wordt dezelfde week in de Tweede Kamer op het matje geroepen. Hij laat weten dat de officier ten onrechte de indruk heeft gewekt dat onder druk van de publieke opinie H, voormalig bewoner van het asielzoekerscentrum, is aangehouden. De politiek en de media gingen ook weer mee aan de haal. En ik denk dat als je dat goed had kunnen uitleggen, dan was er misschien wel meer begrip voor geweest. Ja, maar zoals ik het zei, je hebt informatie van beide kanten. En je moet daar een weging op loslaten. En dan is de overweging die de officier gemaakt heeft, ja, vind ik niet zo vreemd. En wij wilden dat natuurlijk vanuit de politie ook graag uitsluiten op DNA. Dat is de enige zekerheid. Het gewonde DNA is het belangrijkste aanknopingspunt voor het onderzoek. Om meer informatie hieruit te halen, benadert de officier van justitie in het diepste geheim het forensisch laboratorium in Leiden met een ongebruikelijk verzoek. Zij zaten in Friesland natuurlijk met het probleem dat de algemeen heersende opinie
dicteerde dat de dader uit het asielzoekerscentrum moest komen, wat er in de buurt was. En in dat asielzoekerscentrum zaten hoofdzakelijk mensen uit Irak, Afghanistan, Turks-Koerdistan. En dat waren mensen uit een hele andere bevolking dan de mensen uit het Friese platteland. En zijn vraag was eigenlijk heel eenvoudig. Kun je met eigen chromosoomonderzoek een aanwijzing krijgen of de dader een Fries kon zijn of een niet-Fries? Het eigen chromosoom in het DNA van de dader wordt vergeleken met 3000 mannelijke DNA-profielen in een databank. Het leidt een jaar na de moord tot een verrassend resultaat. Samenvattend kan men dus concluderen dat het niet is uit te sluiten dat de spermavlek, welke wij hebben onderzocht, afkomstig is van een persoon van niet-Nederlandse herkomst. Het is echter vooral op grond van het Y-chromosoomprofiel zeer aannemelijk dat het om een Nederlandse dan wel Noordwest-Europese man gaat. Omdat het experimentele onderzoek geen wettelijke basis heeft, mag het niet officieel worden gebruikt. Toch besluit justitie de resultaten van het illegale onderzoek naar buiten te brengen. Het is dé kans de beeldvorming onder de bevolking en in de media bij te stellen. Dat is een afweging geweest die het OM op een gegeven moment maakt om informatie naar buiten toe te brengen. En wie weet, misschien was het wel om toch een beetje sussend het beeld wat te veranderen. Iedereen dacht van het is een asielzoeker. Het was ons al vrij snel duidelijk dat ons onderzoek zou kunnen aanwijzen dat het wel eens een Nederlander zou kunnen zijn. Of dat je een Nederlander niet zou kunnen uitsluiten. En dat, ja, dat is de aanwijzing waar, denk ik, het team op gehoopt had. Maar wat is gewoon absoluut niet de visie was die toen voortdurend in de pers werd gebracht. Want ja, dat was toch de algemeen heersende mening van het moet iemand uit het asielzoekerscentrum zijn geweest. Dan weet je dat je dus iets vindt wat tegen de algemeen heersende opinie indruist. En ja, daar gaat aandacht op gericht worden. Ik vond het helemaal niet zo gek dat er ook aan asielzoekers gedacht werd, totdat ik erachter kwam dat de DNA onomwonden naar een West-Europeaan wees. En nog sterker naar iemand vermoedelijk uit de buurt. Ja, dan valt alles weg wat je over moslims hoort. Wij hebben op de redactie eigenlijk, en Peter R. is daar zelf ook altijd heel erg fel op geweest, van DNA is wel echt een tovermiddel. Tuurlijk raakt het allemaal hele gevoeligheden, maar het is wel in misdaad, in opsporingszin, een tovermiddel. En het is een middel dat als er niet een fout wordt gemaakt, liegt het niet. Dus ja, dat bepaalt toch wel denken. Het opsporingsonderzoek richt zich na het illegale DNA-onderzoek meer op de regio. Ook omdat een nieuw daderprofiel in die richting wijst. Peter R. de Vries begint samen met de familie Vaatstra een campagne voor een grootschalig DNA-onderzoek. Maar justitie wil er niet aan. Het ligt gevoelig qua privacy en de kosten zijn hoog. Als we in allerlei andere zaken, drugszaken, wel rechercheteams op de been kunnen brengen van 60 tot 100 man, dan zie ik niet in waarom dat in deze zaak niet kan. En dan vind ik het eerlijk gezegd nogal gênant dat men met dat argument durft te komen. Na een periode van betrekkelijke medialoute staat de moordzaak in 2006 weer in de belangstelling. Samen met Bouke Vaatstra pakt het Kamerlid Hilbrand Nawijn de vastgelopen zaak op. Met een oud-rechercheur richt Nawijn een particulier onderzoeksteam op. Ook om publiciteit te krijgen voor zijn eenmansfractie. Wij vinden A, dat het opsporingsonderzoek opnieuw moet worden gestart naar een aantal aspecten. En in de tweede plaats, wat erg belangrijk is en wat eigenlijk heel politie Friesland ook wil, is het grootschalige DNA-onderzoek in Friesland laten plaatsvinden. Als wij maar iets deden met dat opsporingsteam, of hij deed iets als Kamerlid, was het direct nieuws. En ik kan u bekennen dat we daar ook wel eens gebruik van hebben gemaakt. Als via journalisten Kamerleden op een zaak duiken, ja, dan staat de minister onder druk. De minister gaat weer naar beneden bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie gaat weer naar de recherche. Dat is echt een dynamiek die zo nu en dan niet te beheersen valt. Wij gingen natuurlijk met een eigen particuliere gepensioneerde rechercheur zijn we naar Friesland gegaan en we hebben zelf in de bosjes gelegen om mensen te observeren. Nou, achteraf gezien is dat natuurlijk volslagen idioot. De resultaten van Nawijn's particuliere onderzoeksteam verschijnen in de Telegraaf. De misdaadjournalisten van de krant meet het nieuws breed uit. Voor onafhankelijke journalistiek was die relatie veel te close.
zij dacht gewoon hardop mee. Er was veel contact. En zij heeft zeker ook een aantal waardevolle bijdragen aan het team gehad. Maar journalistiek gezien is dat natuurlijk een hele rare situatie. Als je als journaliste van zo'n grote krant meegaat in zo'n team wat door een Tweede Kamerlid is opgericht. Nee, dat is onzin. Ik heb zijn onderzoek kunnen lezen, de uitkomsten kunnen lezen en kunnen checken. Niemand heeft tegen mij gezegd van wat we hier hebben, dat moet je zo in de krant zetten. Absoluut niet. En het is ook niet zo de krant ingegaan, want ik ben vervolgens natuurlijk zelf ook navraag gaan doen bij deze en gene. En het bleek te kloppen. Vanwege een ruzie stopt in 2007 de samenwerking tussen Bouke Vaatstra en Hilbrand Nawijn. Een aantal dagen na de breuk plaatst de Telegraaf op de voorpagina een anonieme brief, geadresseerd aan Bouke Vaatstra. In de brief staat dat een levensgevaarlijke asielzoeker 3 dagen na de moord Nederland is uitgezet. Hij zou in zijn land van herkomst meerdere vrouwen de keel hebben doorgesneden. De brief had waarde omdat hij van binnenuit kwam. Dat bleek wel uit het jargon wat gebruikt was. Taalgebruik. Dus het was echt iemand van binnenuit die het geschreven had. En op dat moment was hij interessant, omdat het zo geweest had kunnen zijn. Het was ook zo levensecht, die brief, dat ik echt zelf heel even twijfelde van jeetje, zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Nou, het is eigenlijk gewoon onmogelijk, omdat iedereen gekend wordt op een AZC. Dus dat kan helemaal niet, maar goed. Maar en vervolgens dacht ik, dit is de lulkoek. Dit is gewoon allemaal grote lulkoek. Ik zou niet zomaar een anonieme brief publiceren. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Waarom? Ja, wie schrijft dat? Dan ga je vervolgens bellen met het asielzoekerscentrum. Klopt het? Zijn er mensen verdwenen? Pas als je wat daar beweerd wordt of bevestigd krijgt, dan kun je zo'n brief publiceren. Ik weet niet meer precies of we eerst de brief hebben geplaatst en in een vervolgartikel dat nog gedaan hebben, maar ik heb wel contact gehad met ze, ja. En het werd toen ook ontkend, dat herinner ik me wel. Het was in het vervolgartikel volgens mij. Je kan ook gelijk al contact opnemen met de oud-directrice van het AZC. We hebben er toen voor gekozen om het in fases te doen en dat is waarschijnlijk de ruimte geweest. Eén Vandaag vraagt VVD-Kamerlid Fred Teven of hij op de hoogte was van de inhoud van deze anonieme brief. Nee, die heb ik zondagmorgen voor het eerst gelezen. Die is mij totaal nieuw. Maar goed, de eerste vraag van mij aan de minister: is dat zo gegaan als zondagmorgen in de krant werd geschreven? Toen we de informatie kregen, konden wij wel op basis daarvan stellen dat zoals het gesteld was in de brief het gewoon niet kon. Maar er kwamen Kamervragen op en op een moment is er toch een onderzoek naar gestart om toch te kijken van hoe zit de informatie precies in elkaar. En dat heeft ons behoorlijk wat capaciteit gekost, terwijl we al wisten dat deze informatie gewoon niet juist was. Over hoeveel capaciteit hebben ze dan? Nou, je moet rekenen dat er zeker in een drietal maanden een 70 collega's in dagdiensten mee bezig zijn geweest. Dus een behoorlijke politiecapaciteit die we niet anders in kunnen zetten. Dan is de Telegraaf in dit geval te lang doorgegaan met toch weer verdachtmaking in de richting van asielzoekers die op grond van DNA-sporen waren uitgesloten. Er kan altijd nog iemand anders bij betrokken geweest zijn. Je weet niet of het 1 dader is of 2 daders of 3 daders. Dus het houdt zijn relevantie. Op basis van ons onderzoek is wel steeds duidelijk geweest en geworden dat het helemaal ging om 1 dader. Je kunt natuurlijk nooit uitsluiten dat iemand op de uitkijk staat. Maar in ons, in ieder geval in het laatste onderzoek, hebben we heel duidelijk kunnen vaststellen dat het om 1 dader ging. In augustus 2009 wordt de Telegraaf opnieuw benaderd met een verhaal over de moord. Op enig moment was er een drugscrimineel die naar me toe kwam en me vertelde dat hij in Noorwegen gedetineerd had gezeten met een man uit Iran of Irak. Hij had stiekem in zijn agenda gekeken en hij zag er allerlei adressen in column in staan. Dus was zijn redenering, die man moest wel de moordenaar van Marianne Vaatstra zijn. De journalisten maakten een afspraak op de redactie van de Telegraaf. Omdat Eén Vandaag ook geïnteresseerd is, schuift een aantal redacteuren van de actualiteitenrubriek aan. Na het gesprek gaat ieder zijn weg. Ik heb toen contact gezocht met de Noorse autoriteiten. De Nooren hebben dat uitgezocht.
En kwamen toen terug met een heel duidelijk en klip en klaar antwoord. En dat was nee, deze man kan onmogelijk de moord in Nederland gepleegd hebben, omdat hij er niet was. Hij was namelijk op dat moment in Noorwegen. Het was voor mij voldoende om te zeggen, ja, dit is klaar. Dit is gecheckt en dit is het niet. Dit wordt geen verhaal. Maar voor de redactie van Eén Vandaag ligt dat anders. De rubriek maakt een drieluik over de moord. De verdachte waar de getuigen het over hebben zou overigens in een Noorse cel vast hebben gezeten. En dat zegt een Nederlander die daar zijn cel met hem heeft gedeeld. En ik kreeg van die man zo'n rare smaak in mijn mond dat ik tegen Holleboom zei, Holleboom, ik kreeg zomaar het idee dat hij daarmee te maken heeft. Wat dacht u toen hij die uitzending zag? Toen dacht ik, je hebt waarschijnlijk geen onderzoek gedaan. Of je hebt de resultaten naast je neergelegd. Wij horen een verhaal, dus wij hebben dat verhaal voorgehouden aan de persofficier in die tijd, om te vragen van, is er enige aanleiding om te denken dat dit zou kunnen kloppen? En dat hebben wij gebracht. We weten voor 100% zeker dat op de dag van de moord op Marianne die persoon vast zat in de Noorse cel. Maar de vraag rijst of dit werkelijk zo is. Dan verwachten wij van de persofficier, hij kent het verhaal, hij heeft het verhaal eerder gehoord, dat hij daar met een reactie op komt die voor ons duidelijk is. En dat hebben we geprobeerd te doen in het verhaal. En wat is dan uw onderzoeksplicht? Alleen maar het voorleggen aan de officier? Wij hebben geprobeerd om dat verhaal in wat wij van het verhaal bevestigd kregen en hoe hard we dat kregen, hebben wij geprobeerd te doen. Ja, maar u heeft geen navraag gedaan bij de Noorse autoriteiten? Dat zou ik nu niet weten. Het nieuws dat volgens de Telegraafjournalisten geen nieuws was, haalt een paar dagen later toch de krant. Nieuws over nieuws wordt nieuws. Volgens Eén Vandaag is er nog een aanwijzing waaruit blijkt dat in 1999 de verkeerde asielzoeker is opgepakt. Een aantal oud-beveiligers van het asielzoekerscentrum beweert hem niet te herkennen op beelden en foto's die zij in de media hebben gezien. Een van de anonieme bewakers voert in de uitzending het woord. Oud-beveiliger Rob spreekt hier namens vier andere medewerkers van het voormalige AZC in Kollum. Hij vertelt over de asielzoekers Ali en Faik. Nou, de Ali van de SBS is volgens mij wel 1,85, 1,90. Lang posteur. Maar het is niet Ali en Hussein die wij kennen van Kollum. Na de uitzending wordt door twee rechercheurs onderzoek gedaan naar de beweringen van Eén Vandaag. Het onderzoek is na 7 maanden klaar. En daaruit blijkt... Rob, de man die op televisie onherkenbaar in beeld is gebracht, heeft zelf nooit als beveiliger van het asielzoekerscentrum in Kollum gewerkt. Maar zegt dat hij Ali kent van het voetballen. Ook Argos spreekt de anonieme Rob. Nou, ik heb hem nooit uitgegeven als beveiliger. Ik heb altijd gezet woordvoerder van de beveiligers. En Eén Vandaag was er ook van op de hoogte? Jazeker. Er werd iemand als bewaker ten tonele gevoerd die gewoon niet betrokken is geweest destijds bij het informatie doorgeven aan de politie over dat een asielzoeker weg was gegaan uit het asielzoekerscentrum. Dus die informatie klopte gewoon niet. En dat gaf wel weer een bepaald beeld naar de omgeving van, zie je wel, is er toch een fout gemaakt. Men roept wel dat het anders is, maar is er toch niet door politie en justitie bewust iemand niet aangehouden. Wij hebben het verhaal namens de beveiligers geuit. Wij hebben gekeken van wat is het verhaal van de beveiligers. En het verhaal van de beveiligers hebben wij zorgvuldig in beeld gebracht. We hadden moeten melden woordvoerder namens de beveiligers. En dat hebben we in die uitzending niet gedaan. Want voor mij als kijker, als u een anonieme bron opvoert, kan ik dat op geen enkele wijze controleren. Daarom is het ook heel belangrijk voordat we dat doen, om goed na te denken over, klopt het verhaal wat wij hier gaan brengen? Hebben we het verhaal op alle mogelijke manieren gecheckt en gedubbelcheckt. En dat hebben we gedaan. Politie en justitie komen tot een andere conclusie dan de actualiteitsrubriek. Rond de 30 mensen worden gehoord, waaronder de oud-bewakers. Bijna iedereen zou bevestigen dat in 1999 wel de juiste asielzoeker is opgepakt. Een ander beeld dan Eén Vandaag heeft neergezet. Ja, dat gaf weer ruis op de lijn. Hè? Van ja, zijn DNA correspondeerde niet met de sporen die bij Marianne Vaartsen zijn aangetroffen, maar de verkeerde is onderzocht. Er werd toch de suggestie gewekt dat het wel degelijk een buitenlander was, een asielzoeker die het gedaan zou hebben. Was het eigenlijk relevant, de vraag of wel de goede asielzoeker is opgepakt? Nou, ik vind in zo'n verhaal
En zeker als het gaat om een asielzoekerscentrum, dan vind ik, als er aanleiding is om dingen uit te zoeken, dan moet justitie dat uitzoeken. Daarmee was meteen één lijn gelijk uitgesloten kunnen zijn in zo'n verhaal. Het feit dat dat lijntje open werd gehouden, bleef een soort open zenuw, waardoor er altijd mensen konden zeggen van, en elke keer ging dat verhaal weer een rol spelen, van ja, ze hebben de verkeerde Ali opgepakt. 2 jaar later komt definitief vast te staan dat de bewoners van het asielzoekerscentrum niets met de moord te maken hebben. Zondagavond 18 november 2012 heeft de politie Friesland een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting en moord van de 16-jarige Marianne Vaatstra. De zaak Vaatstra beslaat uiteindelijk 73 meter aan dossiermappen. Het zal een half jaar duren voordat Jasper S. hoort wat zijn straf is. Hij wordt bijgestaan door advocaat Jan Vlug. Het collectieve bewustzijn van Friesland bleef men denken aan asielzoekers enzovoort enzovoort. Dat het een niet-westerse moord zou zijn enzovoort. Het heeft heel lang, ik denk dat het toch voor veel mensen als een schok is gekomen dat het iemand uit eigen kring was. Het steeds koppelen aan het AZC heeft natuurlijk ook geholpen om de zaak in de media te houden. Want ik denk toch dat dat ja, iets is wat mensen altijd beweegt. Zo'n AZC, dat roept iets op. Fortuyn was er toen nog niet, maar toen hij er wel was en die politieke beweging ontstond en veel aandacht kreeg, was het echt alsof het wij tegen zij was. De mensen die vonden dat alles gezegd mocht worden en moest worden. En mensen die zogenaamd politiek correct over vreemdelingen spraken. Die discussie heeft hier wel degelijk een rol gespeeld. In de berichtgeving over de moord liepen feiten, geruchten en meningen door elkaar heen. Beelden bleken achteraf niet te kloppen, maar speelde wel een cruciale rol. Denkt u dat er zoveel aandacht was geweest voor de zaak als Marianne Vaatstra niet in de buurt van een asielzoekerscentrum was gevonden? Nou, dat denk ik wel. Dan was de angel er wel uit geweest. En was die relatie in ieder geval niet direct gelegd. Dan was hij misschien ook niet opgelost nog? Dan was hij misschien ook niet opgelost, want het heeft natuurlijk altijd twee kanten. En aan de ene kant heel veel aandacht heeft ook wel weer ertoe geleid dat justitie en politie gewoon wel altijd bezig is gebleven.